Bloedgroepen. Elk mens heeft een bepaalde bloedgroep. Bloedgroep A, B, AB of bloedgroep 0. In dit filmpje wordt uitgelegd wat die verschillende bloedgroepen inhouden. En wat het voor consequenties heeft als je mogelijk een bloedtransfusie moet ondergaan. Je bloedgroep wordt genoemd naar de bloedfactor die op de rode bloedcel aanwezig is. Die bloedfactor, dat is een antigen. Dus een eiwit wat op de cellen, op de rode bloedcellen aanwezig is. Nou, bij iemand die bloedgroep A heeft, is de bloedfactor, het antigen A, aanwezig. Automatisch heeft deze persoon dan in zijn bloedplasma ook antistof B. Anti-B. Ja. Iemand met bloedgroep B heeft antigen, bloedfactor B, op zijn cellen zitten. En die heeft automatisch antistof A in zijn bloedplasma. Iemand die bloedgroep AB heeft, heeft zowel antigen A als antigen B, dus bloedfactor A en B op zijn rode bloedcellen zitten. Hij heeft dan geen antistoffen, want die zouden zichzelf aanvallen, zijn eigen rode bloedcellen aanvallen. En iemand met bloedgroep 0, wat je ook O zou kunnen noemen, maar ik noem het 0 omdat er geen enkele antistof op de celmembraan van de rode bloedcellen aanwezig is. Dan is er dus wel automatisch in het bloedplasma van een persoon met bloedgroep 0, is zowel antistof A als antistof B aanwezig. Nou, zolang je geen bloedtransfusies nodig hebt, maakt het niet uit welke bloedgroep je hebt. Maar op het moment dat je bij een ongeluk of een operatie of iets dergelijks heel erg veel bloed verliest, dan moet je bloed kunnen ontvangen. En je kan niet zomaar elk bloedtype ontvangen. Je kan al raden dat iemand die anti-B in zijn bloed heeft, geen bloed kan ontvangen waar factor B aanwezig is. Dus iemand met bloedgroep B kan geen bloed geven aan iemand met bloedgroep A. Want die bloedgroep B-cellen worden direct aangevallen door de anti-B uit het bloedplasma van de persoon met A. Hier een overzicht. Als iemand met bloedgroep 0 bloed doneert aan een ontvanger met bloedgroep 0, is er niks aan de hand. Als iemand met bloedgroep 0 aan een ontvanger met bloedgroep A doneert, is er ook niks aan de hand. Bloedgroep A heeft wel anti-B, maar op bloedgroep 0 zijn geen antigenen aanwezig. Dus er is niks om aan te vallen. Er zit geen A op zijn cellen en er zit geen B op zijn cellen. Dus er is niks voor de antistoffen om aan te vallen. Daarom kan bloedgroep 0 aan iedereen doneren. Bloedgroep A, die kan je geven aan iemand met bloedgroep A. Dat is logisch, want dat is hetzelfde. Als je die geeft aan iemand met bloedgroep 0, wordt die direct aangevallen door de anti-A uit het bloedplasma van deze ontvanger. Als je het geeft aan iemand met anti-B, bloedgroep B, wordt die ook direct aangevallen door de anti-A die aanwezig is in het bloedplasma. Als je het geeft aan iemand met bloedgroep AB, is er niks aan de hand, want deze persoon heeft geen antistoffen, dus die heeft geen wapens om de bloedgroep A aan te vallen. Nou, bij B, bloedgroep B, geldt een soort gelijk iets. Bloedgroep 0 kan je niet aangeven, want dan wordt die aangevallen door anti-B. Aan iemand met bloedgroep A ook niet, wordt die ook aangevallen door de anti-B. Aan iemand met bloedgroep B kan je het afstaan, want die heeft alleen anti-A, dus er is niks wat de B zal aanvallen. En bij iemand met bloedgroep AB zal er niks gebeuren, want die heeft geen antistoffen. Wanneer er wel wat gebeurt, dus wanneer ze worden aangevallen, tussen aanhalingstekens, gaan de bloedcellen samen klonteren. Dat zie je hier steeds uitgebeeld. Nou, klonterend bloed wil niemand, dat overleef je niet. Bloedgroep AB, die kan maar alleen maar aan iemand met bloedgroep AB bloed geven. Alle anderen bevatten een antistof, ofwel A, ofwel B, ofwel A en B, en zal er dus klontering plaatsvinden. AB kan wel alles ontvangen, maar AB kan aan bijna niemand doneren. En het omgekeerde geldt voor iemand met bloedgroep 0. Die kan aan iedereen geven, maar die kan alleen maar van zichzelf ontvangen, van iemand met bloedgroep 0 ontvangen. Nou, dat kan je onthouden door het volgende schemaatje.
Als je dit schema onthoudt, dan weet je altijd wie aan wie kan geven. O, oftewel 0, kan aan iedereen geven. A kan alleen aan zichzelf en aan AB geven. B kan alleen aan zichzelf en aan AB geven. En AB kan aan niemand geven, maar wel van iedereen ontvangen. Dus AB wordt ook wel de algemene ontvanger genoemd. En 0 wordt ook wel de algemene donor genoemd. Bloedgroepen bepalen. Dat kan je doen door middel van een druppel bloed van een patiënt af te nemen. Je weet niet welke bloedgroep die patiënt heeft en je doel is om dat wel te weten te komen. Nou, dat doe je door verschillende antistoffen toe te voegen. Je neemt een druppel, daar doe je anti-A bij. Als het gaat klonteren, dan heeft deze persoon in elk geval bloedfactor A op zijn cellen. Dus dan kan die A of AB zijn. Als je er dan anti-B bij doet, bij een nieuwe bloeddruppel, en hij klont het ook, dan weet je dat die patiënt AB is. Klont het die niet, dan weet je dat die patiënt dus A moet zijn. Enzovoort. Om dit precies te oefenen, kan je dat op Bioplek doen. Op bioplek.org kun je zelf van een aantal patiënten de bloedgroep bepalen. Voordat je dit gaat doen, moet je ook het filmpje over de rhesusfactor bekeken hebben.